Zo, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn Feyenoord Carrière. Vandaag gaan we uitspelen tegen de Go Ahead Eagles. Dat is een eredivisiewedstrijd en dat gaan we met de volgende 11 spelers doen. Donnarumma, Jimenez, Mustafi, Laporte, Casimiro, Pogba, Dembele, Neymar, Dybala en Rashford en Lukaku. Zo, vergat er bijna één, maar niet helemaal gelukkig. Beste 11 dus, eerste elftal zeg maar, die hier ook van start gaan. En eens kijken hoe zij het gaan doen tegen Go Ahead. Gisteren tegen Sparta ging het natuurlijk lekker. Eindelijk weer eens een fatsoenlijke overwinning. En hier Lukaku gelijk al geblesseerd. Ai, dat is niet best jongens. Hoe lossen we dat op? Dan Werner er maar in denk ik hè. Hoppatee. Nou, lekker begin zo. Lukaku geblesseerd. Wat gebeurt er? Hij wordt gewoon vol ondersteboven gelopen. Ik snap ook niet waarom zo'n scheidsrechter daar niks aan doet. En dan gaan we nu de bal nog teruggeven aan ze ook. Echt, die bal die lag helemaal aan de andere kant. Hij loopt gewoon vol op hem in. En doet de scheidsrechter helemaal niks. Dybala dan. Ah, dat is een kutschot. Veel te zacht. Pogba dan. Goeie bal, Werner. Werner. Even eromheen. Schot wordt geblokt. Dat is jammer. Oh, die komt niet aan. Dat is jammer. Kom op, jongens. Jimenez helemaal hier. The visiting team have been undoubtedly the best defensive team in the league. Kom nou jongens. That defense will be put to the test here. Even doorzetten. Kijk, goed bezig. Rashford dan. Op Werner. Werner. Gaat er goed omheen, Werner. Zo, hoeveel hands moet je hebben dan? Godskuleren. Ja, Hens. Het spel. Ik ga het zeggen, daar komen we nu 1-0 achter zeker. Maar valt mee. Donnarumma staat nog goed op te letten, gelukkig. En hier weer. Een corner. Juist. Alsnog 1-0 achter. Oh, dat is die. Die gast die net die bal bijna klem vast had. David Luiz zou ik zeggen. Ik kon even niet op de naam komen. Dybala. Ah, dat is jammer. Nou, lekker dit. Pogba. Ja, wat nou? Ik maak tenminste een sliding op de bal. Hij wil vervolgens gewoon lekker gepijpt worden ofzo. Ik weet niet wat hij wil, maar... Dan gaan wij hem nu ook terug. Nou, met moeite. Op. Op Werner. Dybala. Dembele, loop nou, loop nou, loop nou. Ja, lekker Dembele. Serieus, schiet je hem naast? Dat is toch weer een beetje jammer. Jongen, jongen, jongen. Strong challenge. Dit is ook weer kut. Ja, dat uit. Dat is mooi. Jongens, jongens, jongens. Wat gaat er allemaal mis hier vandaag? Het is niet mijn dag, heb ik het idee. Nou, dan moeten we met Werner proberen. Werner. Oh. Shit.
te druk. Wat doe ik nou? Ik verpruts het. Pogba dan. Oeh, jammer. Kom op. Nee, kom er niet omheen helaas. Was te proberen. Ah, rot toch om met je buitenspel, joh. Kut scheids. Komt hij bij. Die Bala dan. Nou, ik krijg een herkans, zeg man. Doe hem er eens in. Nee, tuurlijk niet. Oh. Soms dan zakt de moed echt in je schoenen. Ik heb zo'n momentje nu. Kan er niks aan doen. We laten ons niet uit het veld slaan. We gaan gewoon door. Oeh, Werner. Jammer. Hij was er aardig omheen, maar... mocht nog niet baten. Ja, en mijn corner gaat er weer niet in natuurlijk. Jongen. Neymar dan. Kijk, gaat hij toch mooi langs. Word ik... godskeleren, word ik weer van die bal afgezet. Kom op nou, Pogba, jongen, man. Nou, dat is een aardige slagpartij daar op het laatst. Die scheidsrechter laat gewoon alles doorgaan. Hoppatee. Nou, goed dat ik het weet. 1-0 achter. Well, we've got a substitution now. Aanvallende spelen. Kom, de Belen. Hij heeft zo'n goede voorzet. Corner. Jammer. Het schiet allemaal niet op vandaag. Oh, dat was niet helemaal de bedoeling. Maar goed, we houden balbezit. Pogba, schiet jij hem er dan eens in? Nee, tuurlijk niet. Jongen, stel je voor dat die bal er eens in zou gaan. Serieus spel. Ja, gaat net goed. Nou, Werner dan. Tuurlijk niet. Oeh, net de tijd weg. Oh, net de sliding. Dit ook. Die balen. Hands. Godverdomme, joh. Niet te zuinig ook, zeg. Nou, dit is ook niet best. We gaan even wisselen. Even kijken hoor. Nou, Werner die is dan moe. Die heeft natuurlijk nog een vorige wedstrijd in de benen zitten. Lekker zo. Hoppatee. Neem maar in de spits. En Werner moet de volgende wedstrijd natuurlijk weer fit zijn. Het heeft niks met zijn prestaties te maken, want het hele team speelt bagger momenteel. Neem maar dan. Oh, fuck weer. Net niet goed. Jongens, geef me nou een speler van achteruit. Neymar. Wat is dit voor paas? Nu dan, Rashford, doe hem er alsjeblieft in.
Nee, natuurlijk niet. Ja! Wat een wereldgoal. Godsamme, het is dat hij op zijn muil gaat. Anders had hij er nog niet eens in gegaan ook. Jongen. Hier, we kijken. 1, 2, niet. Hier, hij gaat op zijn muil. En daardoor pleurt hij erin. Anders had hij nog misgeraden ook. Ik weet het zeker. Oh. Nou. Laat dit de ommekeer zijn in de wedstrijd. Jezus Christus, joh. Gek. Oeh, jammer. Ik kom niet tot de schot. Het is wel erg druk daar. Dembele. Nou, neem maar. Ren jij. Nee, net niet. Casemiro dan. Oeh, die gaat maar net naast. Dat is zonde. En probeer het gewoon. Kom op, jongens. We kunnen toch geen puntverlies leiden tegen Go Ahead. Met dit elftal. Mag toch niet. Ik vrees dat het toch gaat gebeuren, om eerlijk te zijn. Nou, Pogba. Kom op, jongen. Bailey. Op Rashford op de Bailey. Wacht nog even anders, joh. Het is bijna kerst, dan kan jij het verrotten. Godsamme, man. Nou, die balen dan. Nee, weer niet. Ja hoor, en die was niet achter. Nou, Neymar dan. Neymar. Godverdomme. Weer niet. Sorry voor mijn taalgebruik. Nu dan. Nee. Nou, voorzet. Weer niet. Nog maar 2 minuten, jongens. Ai. Tijd gaat harder dan ik dacht. Tijd vliegt als je daar zin hebt, hè. Zo is het ook. Kom op. Kan het nog? Het kan nog. Het kan nog. Het kan nog. Moet het wel goed gaan nu. Nee maar. Het is druk daar. Jongens, het is fucking druk daar. Het is zo druk daar. Schiet hem erin. Yes! Het lukt nog ook. Wauw, Dybala. Held. Oh mijn god, wat kom ik hier goed weg, zeg. Niet te geloven. Dybala, buitenkantje links. Doe je gewoon even, hè, op zo'n moment. Nou, scheids, fluit maar af. Het is klaar, toch? Yes, het is klaar. Oh mijn god, deze hel zit erop. Maar goed, wel een goed einde. Dat dan weer wel. Ai. Voor al die goal, jongens, van Rashford. Wereldgoal was dat. Ja, Dybala, een assist en een goal. Een assist op Dembele, terwijl die eerst 2 keer misschoot. Ik snap er niks van. Maakt niet uit. Een assist is een assist, zo is het ook. Eens even kijken. Hebben wij een berichtje. Speler geblesseerd. Lukaku natuurlijk 2 maanden. 2 maanden zonder Lukaku. Nou, eens even kijken. Hoe gaan we dat oplossen? Sowieso kan Bailey er nu in. Nou, Bailey maar daar zo. Ben je rechtshoetig? Ik denk het wel, hè. Rechtshoetig.
Hij is ook rechtsvoetig. En hij is ook rechtsvoetig, toch? Ja. Maakt niet uit. Allemaal rechtsvoetig. Dan gaan we eens kijken. Hoe gaan we dit oplossen, jongens? Ik denk toch maar weer met Lafont of zo. Waar is Lafont? Oh, Lafont is verhuurd natuurlijk. Ik heb Lafont verhuurd. Lekker handig. Even kijken. Dan moeten we het gewoon met iemand anders doen. Alvarez, die kan op 10. De Vries, die kan niet op 10. Maar Pogba kan natuurlijk op 10. Meijer kan op 10. We doen Meijer gewoon op 10. Maak het uit. Meijer op 10. Die bal in de spits. Hoppatee. We gaan het zo proberen. Komt allemaal goed. Morgen spelen we tegen Utrecht, zo te zien. Zag ik net even snel. Kijk, tadaa. Oh, daar. Ja, tadaa. Morgen tegen Utrecht. Ik zeg bedankt voor het kijken. Hopelijk dus tot morgen. Hopelijk dan een iets betere wedstrijd. Later.